Wat we gaan doen vanmiddag, dat is eigenlijk wel een beetje traditioneel. We gaan natuurlijk nominaties bekendmaken. We gaan de winnaars bekendmaken. We hebben ook nog een ander onderdeeltje. Maar we gaan vooral zorgen dat het gaat om de sporters. Dat zijn de mensen die het heel jaar lang zich druk hebben gemaakt. Ze hebben getraind. Er zit ook een heel thuisfront aan vast. Hè? Want als je gesport hebt en je komt thuis en je gooit je tas de gang in, dan verwacht je toch wel dat je moeder even de was draait. Nou, dat soort dingen zijn vanmiddag allemaal belangrijk. Wie ook belangrijk is vanmiddag is natuurlijk de wethouder van sport. Ik vraag u daarvoor een applaus, mevrouw Nathalie Gouweling. Dankjewel. Ja, die is ook leuk. Ik voel me iets overdreven nu als ik die foto zie, want dat is toch wel echt een foto van op het sportveld. Maar nou ja, zoals we hier bij elkaar zitten en zoals we elkaar regelmatig tegenkomen, weten wij als geen ander hoe bewegen en sporten ongelooflijke meerwaarde hebben voor Schiedam. Namens het hele gemeentebestuur wens ik u dan ook van harte welkom op deze bijzondere middag, waar we dat extra in het zonnetje zetten en extra benadrukken. Lieve mensen, het gaat vanmiddag om de mensen die genomineerd zijn. Nou, voorheen hadden we foto's, maar de tijd schrijdt vooruit. We hebben ze nu helemaal keurig in beeld gebracht. En laten we maar eens onze nieuwsgierigheid bevredigen en kijken. Ja, wie zijn er genomineerd? We gaan ze bekijken. Verrassing voor. Ja, ja, mag ik best klappen. Lieve mensen, we gaan even iets anders doen, want u zult denken van, nou worden ze naar voren gehaald, we gooien die bloemen er doorheen, de prijzen worden uitgereikt, foto's, champagne en dat soort dingen, maar we gaan even een klein uitstapje maken. We gaan praten over de aanmoedigingsprijs. Nou, de aanmoedigingsprijs zegt het al, die wordt uitgereikt door een organisatie. En dat is ook natuurlijk heel belangrijk, hè? In sport moet je ook aangemoedigd worden. Ik wil graag naar voren halen de vertegenwoordiger van de betrokken Spartaan, Pascal Veldman. We gaan even vragen of de batterijen aangezet worden. Dat is altijd leuk met dit soort uitzendingen, Pascal. Ja, hebben we. Helemaal goed. Lampje brandt. Pascal, alsjeblieft. Pascal, de betrokken Spartaan, voor mensen die er nog niet van gehoord hebben, wat is dat voor organisatie? Nou, het is een organisatie die zich inzet voor het maatschappelijke. Zoals wij in Rotterdam hebben in de gemeente eigenlijk allemaal problemen vanuit de gemeente omschreven, zoals overgewicht, sportstimulering, etcetera. Nou, daar maken wij projecten voor en willen eigenlijk zorgen dat de kinderen zoveel mogelijk mogelijkheid krijgen tot sporten en aansluiten bij verenigingen. Hoe lang doen jullie dat al?
Momenteel 4 à 5 jaar, maar het is nu echt op de top. En we zijn nu verantwoordelijk voor ongeveer 625 kinderen die zeker 2 tot 3 keer per week sporten onder ons. Ja. Nou, zullen mensen denken, de betrokken Spartaan, dat is iets wat in Rotterdam zich bevindt, de locatie, maar daar heb je verrassend nieuws over. Ja, het is inderdaad hoofdzakelijk in Rotterdam, maar we zijn dit jaar uitgebreid naar Schiedam toe. En daar houden we een project Alleen Jou Bepaald. Alleen Jou Bepaald is preventie van jeugdcriminaliteit, sorry. Goed, voor kinderen van 12 tot 15 jaar. En we hebben nu 54 bij PPSC die 2 keer per week trainen en daarnaast 1 keer de maand een wedstrijd spelen. Ja. Nou, laten we het niet langer geheim houden. Vandaag wordt er een organisatie in het zonnetje gezet. Ja. Welke organisatie is dat? Je mag het zelf zeggen. Dat is HBSS. Vertegenwoordiger van HBSS geeft u nooit. Wie gaan we naar voren krijgen? Ik ben heel benieuwd. Jawel. Zullen we in het midden zitten? Ja, kunnen we wel hebben. Hou wel, ziet er wel stevig uit. Hallo, u bent? Jeff Spijnenberg. Jeff, kom even in het midden staan. Een aanmoedigingsprijs, verras je dat? Eigenlijk wel. Ik had het niet verwacht, als ik heel eerlijk ben. Ja. En ja, het komt heel onverwachts eigenlijk gewoon. Ja. Even voor het HBSS G-voetbal, hè? Voor mensen die zeggen, ja, ik heb er wel eens van gehoord. Wat is precies de doelstelling daarvan? Heel veel plezier, met elkaar vooral. En probeer om eventueel prijzen te pakken. Ja. Is dat plezier toch wel nummer 1 en de prijzen dan nummer 2? Even voor de beeldvorming, is dat dan een elftal wat in een competitie of is dat een onderlinge competitie? Het is wel een competitie, maar niet met veel teams, zeg maar. Er zijn er maar 5 daarvan tegen spelen. En daarom zijn we ook wel snel klaar. Maar het is wel hartstikke leuk. Ja. Wat is jouw eigen rol daar? Mijn eigen rol is proberen om veel te kunnen scoren, mm-hmm. Maar ook om assist eventueel te geven. Eventjes, er zit hier het puikje van de Schiedamse sportwereld. Zijn er nog verzoeken dat je zegt van nou we toch hier even zijn, kunnen we wat regelen? Heb je nog ergens behoefte aan? Ja, een eigen verzoek, een nieuwe sponsor van ons team. Okay. Een nieuwe sponsor, wie wil zijn vinger opsteken? Dat bieden we eventjes. Waar beginnen we mee? Met 10.000 per jaar? Zoiets. Okay. Wie is er goed voor 10.000 per jaar? Zeg het maar hoor. Zijn er rijke ondernemers hier? Ziet een bescheiden volk, hè? Pascal, wat hebben we in huis voor HBSSG voetbal? Nou, we hebben een clinic voor jullie team in het Sparta Stadion onder leiding van Sparta, eerste elftal spelers en wellicht ook nog trainers van het eerste elftal. Dus ik hoop dat jullie het heel leuk vinden en ervan gaan genieten en dat jullie maar door mogen gaan met deze prestaties. Nou, dames en heren, fantastisch toch? Nou, laten we maar beginnen met de eerste categorie, dat is de sportploeg van het jaar 2015. En dat staat spannend, hè? Dat is net een jongensploeg vroeger, weet je nog? Nou, daar staan ze! Ja. Spannend. Trommelgeroffel. Nou, Luska Fontijn. Luc Verbeel, talent van het jaar. De vader van Nuska Fontijn. Nuska die is in Servië aan het boksen. En we hebben zojuist de uitreiking van de sportprijs gehad. En Nuska is voor de derde keer sportvrouw van het jaar, of sporter van het jaar geworden. Ja, meneer Fontijn, u zei het al in uw toespraak. Vroeger had ik zelf nog wat te vertellen. Tegenwoordig ben ik de vader van. Maar hoe trots is de vader van? Ja, dat wil je niet eigenlijk toegeven. Maar als we nou onder elkaar zeggen dat we het niet de grote kring gaan verspreiden. Ja, erg trots. Erg tot. En trouwens, het is niet voor de derde keer dat ze sportvrouw van het jaar is, maar de vijfde keer. Het was een klein slippertje wat gemaakt werd. Oké, okay. Nou ja, u bent enorm trots. Maar hoe zit u nou, want u gaat ook denk ik wel eens mee naar bokswedstrijden. Hoe zit u nou samen met uw vrouw en andere familie naar zo'n wedstrijd te kijken? Want het is toch uw dochter die daar staat te meppen in die ring en die krijgt ook wel eens klappen. Hoe kijkt een vader daar nou tegenaan? Ja, maar er is een misverstand over de fysieke gevaren die je loopt als bokster. Boksters die zijn met een flinke kap beschermd op hun hoofd. Die hebben handschoenen die veel dikker zijn dan bij de mannen, waardoor je bijvoorbeeld knuisten niet tegen je aan voelt komen. Er gaat nooit iemand knock-out. Er is hoogstens een scheidsrechter die zegt, deze partij is zo ongelijk, ik stop hem. Dat heet dan een technische knock-out. Dus de kans op blessures en dergelijke, die is eigenlijk heel klein. Dus wat dat betreft zit je daar niet in de spanning van, oh jee, dadelijk
krijgt ze een enorm pak op de donder en komt ze daar gehavend uit. Ze kan een partij verliezen, maar de kans op echte serieuze blessures die is buitengewoon gering. We hadden er net in de uitzending bij ons in de studio op Interland hadden we genomineerden. En toen vroeg ik ook aan die sportsters van hoeveel uur per week besteden ze nou aan? Hoeveel uur is Noeska nou bezig met boksen, fysiek, dus de training en alles? Ja, kijk, dan leiden we alle aandacht naar de uren dat ze aan het trainen is. En dat mag hoor, die vraag kan je stellen. Maar eigenlijk is ze ook in de uren daartussenin helemaal met die sport bezig. En met het plannen van de volgende training en het herstellen van de net afgelopen training. Maar ze gaat in ieder geval meerdere keren per week gaat ze naar de krachttraining. Hans Kroon in Rotterdam. Perfecte vent, wordt veel te weinig aandacht aan besteed, maar die is voor een heleboel topsporters. Nou, bij deze? Ja, nee, maar een heleboel top judoka's, tennissers, voetballers, die staan daar en die zullen allemaal zweren van hij is enorm belangrijk voor mijn fitheid. Nou, daarnaast doet ze de bokstraining, dat doet ze bij Abdul Fekiri, die heeft zijn hele leven ook in het teken van boksen staan. Die kijkt duizenden video's, die weet alle tegenstanders van tevoren. Heeft daar zijn aparte strijdplan voor. Dus nou ja, als zij een dag maar één keer getraind heeft, dan vindt ze het een waardeloze dag. Dus het liefst gaat ze echt één keer die krachttraining, één keer de bokstraining. En daartussenin zelfs ook nog gericht op het herstel en voorbereiden op de volgende training. Dus ze is praktisch fulltime met de sport bezig. Nog één korte vraag. U zei het al in uw speech. Van officieel is er nog niemand uit Schiedam geplaatst. Maar we gaan er wel vanuit dat er een aantal naartoe gaan. Sowieso Noeska, Britt, maar ook Kelly Dulver met het handbal. Die kan er hoogstwaarschijnlijk naartoe. Gaat u er naartoe naar Rio? Zit u daar als trotse ouders op de tribune? Of gaat u het thuis op tv kijken? Nee, geen denk aan. We zijn al begonnen in 2010 naar de Bahama's mee te gaan toen ze voor het eerst naar het WK gingen. In 2012 gingen we mee naar China, het WK. 2014 naar Korea. We zijn nu naar Azerbeidzjan mee geweest. Dus het zou heel dom zijn om het Rio nou eens over te gaan slaan. We beginnen maar met april. Dan is het eerste kwalificatiekans voor de. Dat is in Istanbul, ook niet zo heel ver weg. Maar we zullen er zeker zijn. Kortom, een trotse familie Fontijn. En we gaan het gewoon zien volgend jaar met Waterweg Sport en met Pop TV. Noeska en Rio. Heel graag. Dank u wel. Bedankt. Ja, we zijn hier nog steeds op de uitreiking van het Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent van het jaar uitreiking. Naast mij staat Jan-Willem de Boer. Ja, Jan-Willem, je hebt hem voor de zoveelste keer gepresenteerd. Hoe was die? Nou, ik vond het weer leuker dan vorig jaar. Het leuke is altijd dat je A, niet weet wat er gebeurt. Ik vond het met Luc van Burg erg leuk met die telefoon. Hadden ze goed bedacht. Wist ik eigenlijk ook niet. Was voor mij ook een verrassing. Maar wat de kunst is. Het is natuurlijk niet een gelegenheid hier waar het erg gezellig is. En je moet toch een beetje de informele sfeer te pakken krijgen. Ik bedoel, sporters moet je eigenlijk huldigen. Dat weet jij ook. In een sportkantine. Ja. Maar goed, dan moet je toch er wat leuks van maken. Nou, gelukkig hadden we vanmiddag een leuke middag. Ja, de kwinkslagen zaten er weer aardig in. Je had weer een paar aardige opmerkingen. Maar het is wat je zegt. Het mooiste zou zijn als we weer teruggaan naar de kantines. En waar de sporters horen. Nou, vind ik wel. Ik bedoel, een sportman, een sportvrouw moet je in de omgeving van de sport. En dat zal ik dan ook eerlijk zeggen. Ik ben zelfs van mening, als dat niet kan, dat de gemeente Schiedam iets ruimhartiger moet zijn. Ze hebben vanmiddag een nieuwjaarsreceptie tussen 4 en 6. Daar lopen veel mensen in een hele leuke foyer. Als je die ruimte nou vergelijkt met deze ruimte, dan zeg ik, gemeente Schiedam, huldig je sporters op niveau en neem ze mee naar de nieuwjaarsreceptie. Maar goed, dat is iets voor dit jaar. De mensen die gekozen zijn, ben je het er mee eens? Want je hebt er al heel veel uitgereikt de afgelopen jaren. Ja, kijk, ik zit niet in de beoordeling van de sportmensen. Maar puur persoonlijk? Ja, puur persoonlijk. Nou, ik vind Luc Verburg vind ik wel leuk. Want die was al sportman of talent van het jaar toen hij net geboren werd. Die was ontzettend goed. Kijk, Noeska Fontijn, Britt Eerland en Mark Roon. Ik vind het lastig, want het zijn individuele sporters. Het is een bekende verhaal van appel, peren en bananen. Ja. Maar ja, goed, aan de andere kant, ja, Noeska door de jury. En ook leuk om te vertellen, dat weet jij ook Fred, er hebben heel veel Schiedammers meegestemd. Het was dit jaar dus niet het verhaal van wat vindt de jury, maar er hebben geloof ik 2000 Schiedammers hebben meegestemd. En dan zeg ik van ja, dan beslist de meerderheid. Volgend jaar weer? Op één voorwaarde. En dat is? Die voorwaarde is, en dat wil ik ook, dat is dan even een kritische noot. We hebben hier een burgemeester in Schiedam, die keept in een keeper zelf, burgemeester zelf. Burgemeester zelf, ja.
ik heb die man nog nooit gezien bij de sportprijsuitreiking. En dat vind ik een omissie, dat vind ik een gebrek. Als burgemeester, je werp je op als burgemeester voor elke Schiedammer. En dan worden hier de sportprijzen uitgereikt en dan zie ik de burgemeester niet. Hij heeft zelfs de handschoenen van Sinterklaas gekregen, de keepershandschoenen, 2 jaar terug. Ja, maar die is hij nog aan het uitpakken. Nee, maar dat meen ik eerlijk. Nee, ik snap hem. Fred, ik vind dat raar. Ik vind, geef de sporters A, de mooie gelegenheid dat ze door iedereen gehuldigd kunnen worden, publiek. En twee, ik vind een burgemeester die hoort bij zoiets. Natuurlijk, de wethouder van sport moet het woord doen. Maar een burgemeester die zich opwerpt, nogmaals, als sportman, die daar niet bij is, dat begrijp ik niet. Nou, bij deze. En volgend jaar doen we het weer. Zo is het, Fred. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, we zijn nog steeds bij de sportuitreiking van Schiedam. Daar is een aanmoedigingsprijs uitgereikt. En die aanmoedigingsprijs is wel heel bijzonder. Het is HBSS. Al bijna 29 jaar organiseren die G-voetbal. En de jongens hebben een aanmoedigingsprijs gekregen. Want die zijn één kampioen en bekerwinnaar geworden. En we beginnen even met de trainer. Want die zit er ook al 600 jaar bij. Wim Kooij. Wim, hoe is het om met die gasten te werken? Ja, hartstikke leuk. Af en toe is het best wel moeilijk. Jij weet het als geen van anderen hoe het is met die jongens. Het is af en toe wel lastig om ze een beetje in het gereel te houden. Maar ja, jij bent zelf ook lastig geweest, dus dan, dat heft elkaar op, hè? Ja, maar nou, dat valt wel mee, want ik was een hele lieve jongen, zei mijn moeder altijd. Maar het gaat hartstikke goed en ja, het is leuk om die jongens wat bij te leren en om dat erin te stampen en zo. En, zolang ze winnen gaat het goed en als ze verliezen, het fanatisme spat er wel eens een beetje vanaf. En zeker als je in de eerste klasse speelt. Ja, dan krijgen ze zelfs met de training, heb je wel eens een discussie van is het uit of handsbal of overtreding. Maar het blijft leuk, het blijft stimulerend. Nou, dat is mooi. Ik ga even aan je jongens toe, want die staan er niet voor niks bij natuurlijk. Jongens, jullie hebben een geweldige prijs gekregen. Jullie gaan een trainingskliniek krijgen van, en dan mag je zelf zeggen van wie jullie trainingskliniek krijgen? Van Sparta. Van Sparta, van de spelers en de trainer? Ja. Hoe vind je dat? Ja, geweldig natuurlijk. Het is een grote eer om in dat stadion een kliniek te krijgen. Dus ja, ik vind het wel leuk. Ja, dan gaan we even naar de zoon van Willem. Willem, ik ga even voor je langs. Ga ik even naar de andere kant toe zo. En ja, want die zit er het langste bij natuurlijk bij het G-team. Wat een beetje schuiven. Ja, Patrick, hoe is dat om die prijs te krijgen? Dat is toch wel een stukje waardering van wat jullie al die jaren al doen, hè? Ja, dat klopt. Het is een hele eer om in de Sparta Stadion te mogen spelen. En met bekende trainers en spelers. Ja. Dat is hartstikke mooi. Nou, jullie hebben hem dik verdiend, want zoals ik al zei, jullie hebben 2 prijzen gehaald dit jaar. Je mag zelf zeggen wat. De beker en het landskampioenschap. Ja, kampioenschap in jullie afdeling? Ja, kampioenschap in onze afdeling. Ja, en die beker die hebben jullie ook gewonnen. Ga ik even naar je maatje toe aan die kant. Dat mag wel, jongens. Dat is allemaal improvisatie. Maar die heeft er net ook al wat tegen de wethouder mogen zeggen. Ja, jullie aanvoerder is er niet bij. Klopt. Want die zit in Marokko voor zijn werk, hè? Nou, hij is inmiddels weer terug. Oh, is hij alweer terug? Nou, hij heeft het nog wel druk met zijn andere werkzaamheden, eventueel. Dus vandaar dat wij hier zijn en hij niet. Ja, en heb jij stiekem in de belangstelling gestaan, maar je hebt naast de wethouder gestaan. Ja, dat klopt. Hey, ik wens jullie heel veel plezier met jullie prijs. En maak ze gek daar bij Sparta. Komt helemaal goed. Oké, dankjewel. Sportploeg van het jaar. De jongens zitten allemaal op trainingskamp. Die hangen nu waarschijnlijk al ergens aan de bar in de lampen. Maar de technisch directeur en ook de trainer, tijdelijk trainer van de zondag, Ronald Scholt, heb ik hier bij me. Ja, Ronald, dit is een mooie prijs, hè? Ja, heel mooi. En uiteraard komt het toe aan de spelers van vorig jaar. Maar goed, wat ik net al aangaf. Is... En de trainer van vorig jaar, dat vond ik ook heel mooi dat je die benoemde. Ja, Joop Hoornweg. Ik heb hem nog gecontact of hij mee wilde komen. Maar hij was helaas verhinderd. Maar dit is een prijs voor heel de vereniging, denk ik. En dat is mooi. Weten de jongens het al? Nee, nog niet. Nog niet. Je hebt nog geen contact gehad? Nee, joh, ik ben veel te druk met alle foto's. Want Tim Lansbergen die moet het nou toch onderhand wel weten. Want die moet de Polonaise aanvoeren. Ja, maar ja, zonder die prijs hadden ze ook de Polonaise gelopen vanavond. Dus, ja, toch wel? Ja, wel, absoluut. Ja, dan zijn we in 2016 beland. Het doel voor 2016 van Ketel Spaarland, zaterdag, zondag als vereniging zijnde? Nou ja, ik denk dat wij gewoon een goede, stabiele tweede klasser voorlopig blijven op die zaterdag. En de zondag op de derde klas kunnen houden, doen we het goed. En we hopen wel steeds langzamer, maar wel gedegen een stapje omhoog met de zaterdag te maken. Ja, en het wordt natuurlijk een heel druk jaar voor jullie, want je gaat ook nog verhuizen natuurlijk. Ja, dus dat wordt zeker het eerste jaar wennen, aanpassen, opnieuw organiseren. Maar we hebben gelukkig heel veel ruimte wat kleedkamers en velden betreft. Dus dat zal wel wat makkelijker worden als complex waar we nu bij zijn. Maar we gaan er binnenkort gaan we het met de voorzitters van de 3 verenigingen over hebben. Twee verenigingen en een ballet- en dansstudio in Waterwegspoort. Maar ja, voor nu, ik zou zeggen, ga Tim bellen. En geef ze een kratje bier als technisch directeur. En dan gaan ze zelf in de lamp hangen. Ja, absoluut. Dus kom rekening goed. Bedankt. Dankjewel en gefeliciteerd. Dankjewel. Hij is in,
In Nederland heeft hij net een veldrit, een NK veldrijden voor junioren gedaan. Daar is hij 7e geworden. En hier staat een vriend van de familie, want ja, de hele familie is erbij betrokken natuurlijk bij dat veldrijden. Dus die mocht vandaag de honneurs waarnemen. Ja, talent van het jaar, zeg het eens. Ja, we zijn natuurlijk allemaal heel trots op Luc, eigenlijk al jarenlang. Want ja, goed, hij doet het al heel lang heel erg goed in verschillende sporten. Triathlon, duathlon, wielrennen en tegenwoordig vooral veldrijden en mountainbiken waar hij zich in specialiseert. Ja, want het zijn niet alleen de ouders die erbij betrokken worden, maar het zijn ook zelfs vrienden die overal voor het karretje gespannen worden om een prijs op te halen enzovoort. Wel voor de leuke dingen gelukkig word je dan voor het karretje gespannen, ja. Zeg maar we hoeven gelukkig niet de was na het veldrijden te doen, dat doet zijn moeder allemaal. Kijk, en dan mag de vrienden mogen de mooie dingen ophalen. Luc is nog hartstikke jong, gaat nog heel veel bereiken. Wat is zijn doel is, neem ik aan, ook de Olympisch Spelen? Ja, maar dan waarschijnlijk bij het mountainbiken. Hij is nu vooral aan het veldrijden en ik denk dat daar het doel is om ooit wereldkampioen veldrijder te worden. Om de oude Groenendaal op te volgen, om maar een naam te noemen. Ja, ja. Of Mathieu van der Poel nu. Hoeveel uur per week is hij eraan kwijt? Want we hebben het net met andere sporters ook erover gehad. Hoeveel uur per week is hij ermee bezig? Ja, hij traint bijna elke dag. Traint hij wel met wielrennen, met fietsen. Eigenlijk ieder weekend op pad om wedstrijden te rijden. Vaak ook twee in een weekend wil nog wel eens gebeuren. Nu het veldrijseizoen is natuurlijk een hele drukke periode. En straks zeg maar op de weg gaat hij toch ook weer zijn wedstrijden rijden. Dus ook daar is hij mee bezig. En de triathlon is een beetje wat heeft hij laten liggen, juist om zich te gaan specialiseren op het veldrijden. Dus de zwem- en de looptrainingen die kunnen gelukkig wat minder tegenwoordig. Ja, nou is hij pas 14. Dadelijk wordt hij wat ouder, dan komen de meisjes om de hoek kijken. Kon hij dat scheiden? Is dat dat hij zegt van nou, sport is mijn alles? Of zie je daar te ver voor weg als... Laat ik zo zeggen, ik zit er wat verder van weg, maar volgens mij de vriendinnetjes die hij heeft nu, dat is allemaal wel gerelateerd aan het wielrennen. Nou, dat is hartstikke mooi. Doe Rens in ieder geval de groeten voor ons. En Jan-Willem de Boer zei het al, we hebben hem aan de telefoon gehad. Dus morgen gaat hij naar de profs kijken, want ook daar wil hij van leren. En wens hem veel plezier en heel veel succes in 2016. Gaan we doen. Hey, dankjewel. Graag gedaan. Okay. Ja, Nathalie, we hebben de prijs weer uitgereikt. Tevreden? Ja, geweldig. Sowieso gewoon de sfeer en gewoon de aandacht die er is voor bewegen en sporten. En wat een geweldige winnaars hebben we. En met extra aandacht natuurlijk aan de club van HBSS als het gaat over de aanmoedigingsprijs. Ja, wat een nieuwe prijs. Daar wisten wij zelfs niks van Waterweg Sport. Terwijl je een paar weken geleden nog op tafel had gezeten. Maar toen was het echt nog niet bekend. Het is spontaan gekomen. Wel een hele leuke en een terechte prijs. Ja, het is een aanmoediging voor HBSS zelf, voor de team. Maar eigenlijk voor heel Schiedam. Van jongens, bewegen en sporten, dat is echt voor iedereen. En daarmee voor alle verenigingen die dat al niet doen. Want we hebben echt heel veel sport al voor ook mensen met een beperking. Waar dat niet altijd vanzelfsprekend voor is. Ook voor al die andere clubs, ga dat vooral doen. Want je ziet hoe leuk dat is. De aanmoediging is voor HBSS, voor deze club. Maar eigenlijk voor heel Schiedam. Dus deze prijs blijft er gewoon in? Nou, je weet het nooit, hè? We willen je ook een beetje blijven verrassen. Ja, nee, dat is goed. Ja, dan even over de winnaars. Er zijn de meningen altijd over verdeeld. Het is appelen met peren vergelijken, zoals Jan-Willem de Boer zei. Kan je zelf erin mee leven met de winnaars? Nou ja, gelukkig ben ik daar niet verantwoordelijk, maar de jury. Ja, maar en, persoonlijke favoriet. En alle kiezers die ook hebben gestemd via de website en via social media. Dus zij bepalen wie de winnaars zijn. Weet je, eigenlijk... Als je kijkt naar gewoon wat ze allemaal gepresteerd hebben en ook wat ik allemaal nog in mijn intro nog opgenoemd hier niet vandaag aanwezig zijn. We hebben zo ongelooflijk veel neergezet in Schiedam dit jaar. En dan heb ik het niet over lekker bewegen en sporten buiten, nieuwe skatepark, de schoolplein de 14, noem maar op. Maar als je kijkt wat er allemaal op sportief gebied gepresteerd is, dat is fantastisch. En voor mij zijn met name gewoon ook de winnaars weer echt de rolmodellen, maar eigenlijk alle genomineerden echt rolmodellen voor heel Schiedam. Om te laten zien hoe fantastisch je, hoe ver je kunt komen als je in jezelf investeert en als je je talent benut. Ja, kijken we heel even naar 2016 nog, want er gaat het een en ander gebeuren natuurlijk. De sportprijzen gaan altijd voor Schiedammers die in Schiedam wonen. Als we hem iets breder gaan trekken, want ja, alle ouders wonen nog, familie, broertjes, zussen, alle wonen nog in Schiedam. Ja, ze doen alleen de sport buiten de deur. En Karel Leebang zei ook terecht, je moet buiten Schiedam wonen, wil je topsport kunnen bedrijven. Papendal, Duitsland, noem maar op. Als we het iets breder gaan trekken, dan hebben we misschien eind 2016 wel een hele volle samensporters, hè?
Ja, ik weet niet wat de sportprijs 2016 gaat brengen. Maar voor nu zit ik nog echt helemaal in dit moment en in de sfeer van nu. En wil ik in ieder geval alle winnaars feliciteren en alle genomineerden van dit jaar. En eigenlijk heel Schiedam als het gaat over iedereen die lekker aan het bewegen, aan het sporten is geweest. Dus ik zit nog even in dit moment en volgend jaar dan gaan we hard mee verder. En als het om sport gaat, dan is het Nathalie Gouweleeuw die voorop lopen om het te stimuleren in Schiedam. Nou, absoluut, want er is eigenlijk niks leukers dan dat. Nou, dan mag je heel veel plezier wensen in 2016 en we spreken elkaar in juni weer. Zeker, tot dan. Oké, dankjewel.